Nou goed, Tom de Boer. Hey. Bedankt voor je komst. Genomineerd voor Sportman van Amsterdam 2021. Klopt. Een grote eer, denk ik. Zeker weten. Weet je uit je hoofd wie de andere twee genomineerden zijn? Ja, Billy Bakker, een hockeyer, en Arno Kammerga, die verderop aan het zwemmen is nu op dit moment. Klopt. Arno ken je natuurlijk heel goed. Ja. Wat kan je over hem vertellen? Dat hij echt een hele grote wil heeft om iets te bereiken. Dat zou ik Arno heel goed kunnen omschrijven, denk ik. Wat hij wil en als realistisch ziet, dat gaat hij behalen. Zo denk ik wel over Arno vaak. Is dat een overeenkomst tussen jullie twee? Het is zeker iets wat ik zelf ook wel heb, maar het pusht mij ook om ergens echt wel voor te gaan. Want dat laat hij in ieder geval zien. Als ik deze vraag aan Arno stel, wat denk je dan dat hij zou antwoorden over jou? Ja, waarschijnlijk niet hetzelfde, omdat ik echt een totaal ander leven heb dan dat Arno heeft. Hij doet echt, in ieder geval voor zover ik weet, slapen, eten, trainen en ik doe ook iets anders. Maar dat wil niet zeggen dat mijn mindset voor het zwemmen niet hetzelfde is, denk ik. Geen idee wat hij over mij zou zeggen, geen idee. Misschien leuk om straks even aan hem te praten. Ja. Daarmee doe je natuurlijk op het feit dat jij ook nog werkt, ja. Part-time zwemt, als het ware. Daar komen we later op terug, want we gaan eerst even naar Billy Bakker, die noemde je net al. Wat kan je over hem vertellen? Volgens mij is hij de aanvoerder van Hockey Club Amsterdam. Volgens mij Europees kampioen geworden vorig jaar. En voor de rest, ja. Hockey. Ja, je mag de bal met één kant van de stok aanraken, volgens mij. Anders is het een fout. Maar heel veel verder kom ik niet. Geen hockeyer dus, ben jij? Nee, nee. Je hebt zelf een geweldig jaar achter de rug. Onder meer je debuut op de Olympische Spelen. Hoe zou jij je sportjaar samenvatten? Nou, het is nog niet afgelopen. Volgende week gaan we nog naar de WK, maar eigenlijk als dat gaat zoals het de afgelopen weken gaat en de verwachtingen die ik heb en eventueel waarmaak, is het gewoon een geweldig jaar. 2 jaar geleden had ik niet verwacht dat ik überhaupt, of in ieder geval een hele realistische kans had om überhaupt de OS-limiet te gaan zwemmen. Uiteindelijk gezwommen en echt wel met een serieuze kans op een medaille daar naartoe gegaan. Finale behaald, op zich dicht op een medaille. Maar iedereen op zich in de finale hoor, die het niet heeft gehaald. Verder een hele mooie International Swimming League gezongen de afgelopen weken. En 3 Europese titels met estafette. En een wereldrecord met Kira en Arno op de 4x50. Wissel. Ja, geweldig. Geweldige opzomming. Ja, er is altijd nog wel wat verbetering hoor. Dat is ook waarom ik nu nog heel graag naar het zwembad kom. Maar de prestaties van het afgelopen jaar, ja, dat is super mooi. Spelen iets als Nou ja, een paar jaar geleden vond ik het niet per se realistisch om dat te gaan halen. Destijds ben ik daarom ook uit het Nederlands team gegaan om mijn master te gaan afmaken. Ik vond het toen de tijd niet genoeg om alles ervoor opzij te zetten. Wanneer is dan wel het besef gekomen dat het wel zou kunnen? Nou, eigenlijk toen ik ietsje minder ben gaan zwemmen en ietsje meer krachttraining ben gaan doen, dat voor de 50 meter wat ik doe, is dat eigenlijk heel goed. Je moet gewoon explosief zijn, redelijk goed uitgerust op het moment dat het moet. Ietsje meer kracht, ik ben wel wat kilo aangekomen in spiermassa en dat werkt in ieder geval voor de 50 heel goed. Met de Olympische Spelen als echt ultieme droom als sporter? In de zwemwereld is dat wel het hoogst haalbare wat er is. En ook toen ik daar net voor de start van de Olympische Spelen naast de startblok stond en dan hoorde je een hele zware mannenstem, this is the Olympic final. Toen dacht ik wel, wow, waar ben ik eigenlijk? Hier heb ik 5 jaar naar gekeken. Ik heb die race van 2016 echt wel vaak gezien en toen dacht ik, ja, wat gaaf dat ik hierin sta. Is dan je sportjaar eigenlijk al geslaagd op dat moment? Nou, we hebben daarna geëvalueerd en op de Olympische Spelen heb ik eigenlijk niet de tijden gezwommen die ik verwacht had kunnen gaan zwemmen. Ook niet de snelste seizoenstijden, dus dat was op zich jammer. Maar ik heb wel een evaluatie met mijn coach gehad en daarna gezegd, weet je Job, mijn coach Job van Duinhoven, het is eigenlijk geweldig de tijden die we hebben neergezet in aanloop naar de Olympische Spelen toe. Het waren echt wereldtijden waar je echt wel serieus mee kan doen. Het is alleen op het laatste moment net niet helemaal uitgekomen en dat is jammer, maar voor de rest was het echt heel goed. En
ja, we hebben samen een plan gemaakt en dit was het plan. En dan, ja, het is niet per se zijn schuld of niet per se mijn schuld. We hebben het samen besloten om dit te gaan doen. En ja, uiteindelijk net niet geworden wat het had kunnen zijn in mijn ogen. Maar desalniettemin heel erg trots. Met een romantisch gevoel krijg je toch wel op druk, die Olympische Spelen. Nou ja, in ieder geval op het moment net voor de start. Ik ben blij dat ik redelijk... Ik was heel erg ontspannen die finale, voor de finale moet ik zeggen. In de halve finale was ik best zenuwachtig, omdat dat mijn doel was. Het zwemmen van die finale. Want dan gaat het om, zoals Mark, de hoofdcoach, dan zegt, om de knikkers. Dus ik was daar redelijk ontspannen. En daarom heb ik ook wel, ja, echt wel meegekregen van het genieten van dat je daar bent. En ja, dat, als ik daar nu aan terugdenk, denk ik nog steeds, ja, dat was echt een gaaf moment. In een interview met het Algemeen Dagblad, ik heb gelezen, ja, vertelde je dat sommige topzwemmers in de callroom nogal veel lawaai maken. Luidruchtig zijn, grote gasten, maar ze zijn ook wel lief. Waaruit blijkt dat ze dan zo lief zijn? Nou ja, gewoon, het was heel gemoedelijk moet ik zeggen. Het was wel totaal anders dan de dames die na ons moesten starten. Ranomi die zat achter mij en die vertelde mij achteraf dat het... ja, zij waren eigenlijk een theekransje aan het houden. Dat waren haar woorden volgens mij. En bij ons, ja, wordt er veel meer op de borst geklopt. Iets meer, ja, race prep, dus gewoon springen en een beetje, ja, echt oppeppen. En dat onderscheidde zich wel ten opzichte van de dames. Maar aan de andere kant, na de Olympische finale, ik denk dat ik 6 van de 8 gasten, ikzelf niet, maar die hebben gewoon staan huilen omdat de druk er eindelijk af was. Of dat ze heel tevreden waren met het resultaat, of juist niet. Er waren ook een paar die niet goed gepresteerd hadden. Ja, dus daar moest ik wel om lachen. Allemaal gasten van 2 meter, in ieder geval heel groot, maar toch allemaal een beetje huilen. Klein hart. Ja. Is die druk dan zo voelbaar in die kano? Nou, persoonlijk had ik daar helemaal geen... Met wat voor gevoel zat jij daar dan? Ik dacht, als ik nu gewoon mijn beste race ga laten zien wat ik de afgelopen maanden naar heb toegebouwd, dan heb ik gewoon een hele goede kans. Dus ik hield het heel erg bij mezelf. Ik was niet echt bezig met wat anderen gingen doen. Uiteindelijk heb ik daar ook geen invloed op de tijd die iemand anders gaat zwemmen. Dus ik was gewoon zelfverzekerd dat ik kon wat ik eerder had laten zien. En dat wilde ik gewoon nog een keer doen. Dus ik was, ik was eigenlijk best ontspannen erin gegaan. Misschien is het ook wel makkelijk dat ik dus werk en dus iets anders heb om gedurende mijn leven op te focussen. En voor sommigen is het echt hun leven. Dat helpt mij in ieder geval met het relativeren. Dus voor hen is de druk wellicht wel heel hoog geweest. Ik noem het zelf ook al aan het begin van het interview. En zojuist ook weer veel gezegd en geschreven dat jij, ja, als vastgoedman en topzwemmer naar de Olympische Spelen bent geweest. Wat kan je daar zelf op zeggen? Hoe voel je je daarbij? Ja, het is een wederkerend iets in bijna elk interview eigenlijk. Maar het is louter positief. Dus ik ben er. Het hoort er ook een beetje bij natuurlijk. Het onderscheidt mij van veel anderen. Veel wordt er ook gevraagd of ik iets anders zou, of ik niet zou moeten stoppen met werk en fulltime zou focussen op zwemmen. Nou, eigenlijk focus ik mij al fulltime op zwemmen en ik denk ook niet dat mijn dagindeling per se heel anders zou zijn dan een andere topsprinter in het zwemmen. Want ja, die trainen ook niet meer dan 1 keer per dag, denk ik. En die rusten vooral veel. Wellicht zijn die de hele dag aan het FIFA spelen, weet ik veel, zoiets. Ja, je noemde net ook dat jouw werk eigenlijk een soort van drukverlager is. Ja, je kan je in ieder geval ergens anders op richten, ja. Dus eigenlijk is het gewoon kracht, ja. Het helpt mij zeker met het snelle relativeren van een slecht resultaat, als het zo zou zijn. Ik had me voorgenomen, ik zei dat tegen mijn manager vanmiddag, dat ik niet echt naar de cliché-vragen wil, maar ik ga er toch eentje stellen. Zie je jezelf als zakenman of als professioneel atleet? Op dit moment eerder als professioneel atleet. Ik ben nog niet echt, ja, natuurlijk, ik zit in finance op dit moment. Maar ik ben geen dealtjesluiter of zo, op dit moment niet. Kijk, ik zit vooral achter de laptop in het Excel-bestand. Dus een grote zakenman ben je dan niet. Wel. Nou ja, Olympische finale en dat kunnen we niet veel zeggen, daar ben ik natuurlijk trots op. En dan ben je een goed atleet, denk ik. Als ik zeg 2024 Parijs, wat zeg jij dan? Ja, dit werd me ook gevraagd net na de Olympische finale en toen wist ik het eigenlijk nog niet zeker, want ik vind mijn carrière daarnaast ook heel belangrijk. Maar de afgelopen periode blijkt het gewoon dat die combinatie zo goed te maken is, dat ik ook een hele grote kans zie voor mezelf om in ieder geval door te gaan tot 2024.
Ik ben nog steeds persoonlijke records aan het zwemmen. Ik zou op dit moment zeggen, waarom zou ik er niet zijn? Zolang jij voelt dat er rek in zit, dan wil je doorgaan. Ja, ik wil weten waar mijn plafond ligt, ja. Helemaal met de achtergrond van het afgelopen seizoen. Dat je toch al heel erg, dat ik in ieder geval al een heel eind op weg ben. En dat er nog genoeg te winnen is, dat, ja, daar ben ik wel benieuwd naar van waar dat toe kan leiden. Heb je in gedachten een moment dat je het echt definitief gaat beslissen, dat je daarheen of dat je ervoor wil gaan? Nee, ik zie het eigenlijk wel. Ik wil niet zeggen dat ik per jaar ga beslissen of ik doorga of niet. Kijk, ik vind zwemmen leuk. Ik zou op dit moment wel een grote kans geven aan dat ik tot dan wel zwem, ja. Dus als ik zeg Olympische Spelen Parijs 2024, dan krijg je wel een warm gevoel. Ja, ik heb er wel zin in. Ik heb in ieder geval nog een hele tijd om heel veel te verbeteren aan mijn start bijvoorbeeld en aan mijn onderwaterfase. En ja, wie weet wat dat brengt. Zover is het toch niet? We zitten nu december 2021. Ja. Sportgala van Amsterdam staat voor de deur. Weliswaar niet fysiek helaas. Helaas. Acht jij jezelf als kans hebben? Dus nou, eerlijk gezegd niet. Het is een hele mooie nominatie, maar er ligt hier iemand anders in de zomer die 2 Olympische medailles heeft gewonnen. Het zou wel heel eerlijk zijn als hij dat wint. Ik heb een heel mooi jaar achter de rug. Maar Arno heeft net zoveel. Die heeft ook het wereldrecord gezongen, wat voor mij dan een pluspunt is. Die heeft ook Europese titels gewonnen, wat voor mij een pluspunt is. Maar op de Olympische Spelen heeft hij gewoon 2 medailles meegenomen. En die wegen zwaarder dan eigenlijk alle andere grote toernooien in het zwemmen. En dat kan ik zeker niet zeggen. Dus ja, als hij het wint, dat zou ik wel terecht vinden, ja. Nominaties voor jou al een hele mooie kroon op het werk. Ja, tuurlijk. Ja. Het laat wel zien dat je in ieder geval een mooi jaar achter de rug hebt. Wat kan ik over zeggen? Kijk, winnen zal ik hem waarschijnlijk niet. Maar het geeft wel een bepaalde trots natuurlijk, zeker. Goed te horen. Enorm bedankt voor je tijd. Geen probleem. Of je hem uiteindelijk pakt. Ja, heel goed. Dankjewel.